Mensen vragen mij wel eens, Ronald, wat is nou je favoriete kinderboek? En dan zeg ik eigenlijk altijd, Jip en Janneke. Ik zeg het zelfs zo vaak en mensen zeggen, ja, nu weet het wel. Met je Jip en Janneke. Nou, sorry. Maar ik vind Jip en Janneke echt heel bijzonder goed geschreven. Ik vond het als kind al heel erg leuk, die verhaaltjes. En nu ik ouder ben en ik zelf Jip en Janneke voorlees, merk ik hoe slim en to the point en hoe gevat die verhaaltjes nog steeds zijn. Dus het is om te horen als kind, om naar te luisteren was geweldig. En het nu zelf voor te lezen is ook eigenlijk nooit vervelend. De verhaaltjes blijven leuk. En dat is waar het aan ligt, weet ik niet. Ik denk dat het komt omdat zij zulk eenvoudig taalgebruik heeft en tegelijkertijd een wereld oproept die zo herkenbaar blijft. Al is het 50 jaar geleden dat het is geschreven. Jip en Janneke, ik kan het iedereen aanraden. Ben je jong? Maakt niet uit, is het leuk. Ben je oud? Maakt het ook niet uit, is ook leuk. Jip en Janneke.